Ik ben Jaap Breider, ik ben 61 jaar oud en ik heb een eigen onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling van producten voor blinden en slechtzienden. Het project voor de inrichting van de multisensoriële ruimte is voor mij het project om een ruimte als een soort van voorbeeldruimte in te richten, om daarmee de kunstcollectie van het museum op een bredere manier te presenteren. Mijn naam is Amber Bindels, ik ben 28 jaar. Ik zit bij Wij Staan Op en Wij Staan Op zet zich in voor een toegankelijke samenleving. Nou, allereerst wil ik zeggen dat het was heel leuk om in de werkgroep te zitten voor deze tentoonstelling, omdat er vanaf het begin rekening werd gehouden met hoe mensen met een handicap de wereld kunnen zien. Want hoe ik hem zie, is misschien niet hoe iedereen hem ziet. Mijn naam is Barbara Strating, ik ben 31, ik ben slechthorend. En in de afgelopen jaren heb ik cultuurwetenschappen en filosofie gestudeerd. Dus het ging niet zozeer over ons, maar met ons. Dat vond ik een hele bijzondere ervaring. Omdat we daar ook helemaal serieus in werden genomen. En ook, ja, ik zou, ja, eigenlijk een soort van ook haast eigenaarschap kregen in het ontwerp. Vond ik heel bijzonder, ja.